Dit is een instructievideo over de Sprint K408. Ik laat jullie vandaag zien hoe je deze projector werkende krijgt. Ik ben Stijn Vrijswijk, 14 jaar, van het Ridderhof College in Tilburg. En ik loop twee dagen stage bij Van Eck Video Service. Dit is de lens. Deze zorgt ervoor dat het beeld scherp op het projectiescherm geprojecteerd wordt. Deze schakelaar. Deze heeft verschillende standen zoals terugdraaien. Deze rolt de film terug naar zijn filmrol. Stop. Stop de film. Terugspoelen. Spoelt de film terug. Nul. Doet hetzelfde als stop. Speel. Speelt gewoon de film af. Plaats de filmrol op het rechtse spoelarm. Er is een kans dat er een clipje op zit. Haal die eraf. Op deze manier moet je de film erin zetten. Wanneer je beeld niet of half op het scherm zit, kan je een ondersteuning gebruiken. Als je beeld niet perfect is, kan het zijn dat er een ander frame voor de lens zit. Dat is makkelijk op te lossen met deze knop. Je kan ook de snelheid van de film veranderen. Je kan op slow, normaal of stop zetten. Na het kijken van de film ga je deze inpakken. Dit doe je op deze manier. Eerst draai je een paar rondjes en dan laat je de knop het werk doen. Dit was de instructievideo over het gebruiken van een oude projector.